Welkom weer terug bij Sander's Vlog. Vergeet allereerst niet te abonneren op mijn kanaal. En het te delen met al jullie vrienden. Dat zou ik heel leuk vinden. Nou, allereerst zou vandaag heel veel te doen hebben, maar het weer laat het niet toe. Ik zou vandaag naar de zomermarkt gaan. In de Keizerstraat bij mijn ook. Maar dat gaat dus denk ik niet gebeuren. Dus ja, ik denk dat ik weinig... Ik denk dat er weinig vandaag te filmen is, aangezien niet zoveel meemaakt. Dus ik zou jullie wel een en ander kunnen vertellen over de ziekte die ik heb. En dat is de ziekte van Hodgkin. Dat is een vorm van kanker in mijn lymfeklieren. Dus ja, die heb ik nu al 2 jaar. En op zich is het wel redelijk te verdragen. Geen emoties zijn, alleen zwaar. En in het begin kon ik een stuk meer dan dat ik nou kon. Ik zit nu merendeels eigenlijk thuis. En af en toe dat ik een uurtje in de buurt de deur uit gaat, maar echt handen meer met vrienden. Wat we allemaal deden. Nou nee, dat zit er niet echt meer in. Heel zelden nog. Dus ja, vandaar dat ik eigenlijk meer thuis ben. En dat ik ook hiermee ben begonnen. Ook voor... voor de tijd, tijdverdrijf. En ja, ik vind het toch best wel leuk. Ik volg daar zelf ook iemand die dit soort dingen doet. Dus ja, en dat is toch wel iets geweest dat ik heb gezegd van, daar ga ik het dan ook maar doen. Die jongen die zelf, die heeft 700.000 kijkers. Of abonnees. En sommige filmpjes zijn al over de 1 miljoen keer bekeken van hem. Nou ja, dat is geweldig. Dat zou ik ook willen bereiken. En jullie kunnen me daarmee mee helpen. Dus ja. Ja, wat ik nog verder kan vertellen is dat ik dus... ik zit nu voor mijn ziekte, de behandeling, zit ik in een proefproject. Ik ben een soort proefkanaal, als ik het wil noemen, van het UMC. Utrecht. En die doen een studiemedicijn hebben ze met een medicijn Nivolumab. Dit is een immunotherapie. En ja, dat heeft best belovende resultaten. En dan moet ik zeggen, bij mij, ik heb nu 8 kuren gehad. Het heeft geen wereldresultaat, maar. De afgelopen scan, de laatste scan van 6 weken geleden, die zei dat het toch, op de rem stond. Dus het is niet groter geworden en bijna ook niet kleiner. Het is wel een beetje kleiner, maar niet heel veel. Dus ja, dat is wel jammer natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel een hele vooruitgang dat het al niet groter is. Dus ja, vandaar. Ja, wat ik ook ga proberen is om de filmpjes om 4 uur te gaan uploaden. Of na 5 uur wil ik gaan doen. Of 5 uur aanhouden. Gisteren ging het helemaal mis. Maar dat weet ik niet. Het uploaden duurt tot 3 uur van een filmpje van 6 minuten 10 seconden. Ja, dat kan gewoon niet. Dus ik ga nou even wat anders proberen. In de hoop dat het dan sneller gaat. 3 uur weer wachten, dat kan niet. Dat is ook niet voor jullie leuk. Ik bedoel, het filmpje was de rest pas om 10 uur. Dus ik ga nu gewoon proberen 's ochtends en 's middags volop te filmen. En dan een uur of 4 uploaden, zodat hij om 5:30 of 5 uur, 5:30, tussen die tijd dat hij online kan staan. Dat moet gewoon lukken. Hoe weet ik nog niet, maar het moet gewoon gaan lukken. Want dit kan echt niet. Dit is veel te lang voor jullie en te laat ook. En ik vind het zelf ook niet leuk. Dus ja, dit was in ieder geval even een stukje. Ik kijk nog even aan wat de dag doet. En dan misschien dat ik zo meteen nog wat voor jullie kan filmen. Zo, zoals jullie kunnen zien, zit ik naar de Keizerstraat. Althans, dat kunnen jullie niet zien. Maar... En er is geen braderie, jammer genoeg. Dus, helemaal leeg. Zo, en ik kom door als het is op de kerk. De mensen van de kerk te bouwen, geen braderie op de zondag, want het is een rustdag. Ja, zondag is een rustdag en dat willen ze niet.
Dus we gaan zo naar huis en dan gaan we het filmen.